Goedemiddag, ik spreek met Eta van Riensdijk. En Eta, als ik vragen mag, wat in deze praktijkruimte hier die je hebt in de melkfabriek, wat voor werk en wat voor praktijk oefen je hier uit? Ja, nou, wij zijn van de Kakelbond kinderpraktijk. De Kakelbond kinderpraktijk zijn 4 disciplines die eigenlijk allemaal hun eigen praktijk hebben voor behandelingen van kinderen. Mm-hmm. Dus kinderfysiotherapeuten zijn, een trietherapeuten, een logopediste, een ergotherapeuten en osteopaten. En door met de 4 praktijken samen onder één dak te gaan zitten, kun je met hele korte lijntjes kinderen heel direct helpen en ook heel erg de hulpvraag bezig blijven. Want je eigen discipline schiet vaak tekort bij kinderen, maar door de samenwerking kun je toch gezamenlijk het kind daar verder helpen waar het ondersteuning nodig heeft. En deed je dat werk voordat je in de melkfabriek kwam natuurlijk ook al? Ja, we hadden een vestiging op de Gavenhoeslaan met 2 behandelruimtes en een heel klein behandelruimtetje waar we af en toe ook heel goed moesten plannen om allemaal aan de slag te kunnen. Ja. En hier hebben we gewoon 4 grote ruime behandelruimtes, dus we kunnen gewoon het werk gewoon verder uitbreiden. Ja. Ja, zit nog steeds uitbreiding. Ja, dan is er veel vraag naar jullie kwaliteit. Ja, zeker ook door de samenwerking merk je dat mensen toch prettig vinden om bij ons te komen. Dat we daardoor ook heel direct met de kinderen gewoon vraaggericht aan de slag kunnen. Want hoe komen die kinderen nou hier? Want die worden door iemand verwezen waarschijnlijk of gestuurd? Ja, ze kunnen door een arts verwezen zijn. Uh-huh. Heel vaak ook op advies van scholen of van een consultatiebureau. Of via mensen het van elkaar moeten. We hebben ook een uitgebreide website, dus daar vinden mensen ons soms ook. En is dat een behandeling die onder een ziekenfonds valt, of hoe gaat dat? Ja, de behandelingen hier worden bijna allemaal vergoed. Eigenlijk allemaal vergoed door de zorgverzekeraar. De meeste behandelingen zelfs bij kinderen uit het basispakket. Dus als mensen niet aanvullend verzekerd, kunnen ze bij ons zonder vergoeding krijgen. Ja. Een aantal behandelingen, of als we meer dan een aantal sessies nodig hebben. Maar dan gaan we ook met de ouders in een gesprek van wat willen ouders zelf. Ja, precies. En je zegt al, er is veel belangstelling voor. Ja. Kunnen jullie het allemaal nog aan, het werk? Ja, want je werkt niet alleen, begrijp ik. Welkom. Met concrete vragen is iedereen wel. Ja, want werk je met assistenten of medewerksters? We hebben 3 kinderfysiotherapeuten, 1 logopedist, 1 ergotherapeut en trouwens niet. De ergotherapeut heeft tegenwoordig ook een collega erbij. Dus 2 ergotherapeuten en logopedisten. En we hebben 1 iemand in dienst die ons secretarieel ondersteunt en ons helpt met alles wat niet met behandelingen te maken heeft, maar in zo'n pand ook nog moet doen. Ja, ze zijn lang bij al gevestigd hier nu in de melkfabriek? Vanaf 9 maart. Dus oh, een van de eerste? Ja. We waren de eerste bewoners hier, zeg maar. En, tevreden? Bevalt het goed? Nu wel. Ja. In het begin was het nog heel veel bouwwerk. Er was nogal wat verbouwing, hè? Ja. Het was niet helemaal zo ver als we groot hadden. Maar het is nu prachtig. Maar de rust is nu weer verkeerd. Nu is het echt helemaal goed. Nou, hartelijk dank. En ik zal zeggen, veel succes met de verdere ontwikkeling van het werk. Ja, en u ook hartstikke bedankt voor het gesprek.